Vandaag staat de tandarts op het programma. Er is al nieuws over de hond, wat staat allemaal gepland? Omdat ik VWO-advies heb. Ik ben er hard van. Zo, je ziet dat ik nu een hele goede hulp heb hier zo. Er komt een verrassingje aan. Hallo allemaal, wij zijn de Nagelkerkjes. Leuk dat jullie kijken naar deze vlog van vandaag. En het is vandaag donderdag. En dit is eigenlijk de eerste keer dat we nu dan een paar dagjes in onze vlogs gaan krijgen. En ik pak de camera eigenlijk gelijk al, want vandaag staat de tandarts op het programma. Ja, maar we zouden vandaag toch eigenlijk niet filmen? Jawel, we filmen. We gaan uitzenden op woensdag en zaterdag is nu in het nieuwe plannetje, zeg maar. Maar we filmen. Maar we filmen gewoon zomaar een dag. Misschien wel 6 stukjes, ja, verschillende dagen. Over 3 dagen. Of, maar nu gaan we naar de tandarts met z'n allen. Dat zei ik net al. Het is vandaag donderdag. Ja. 2 februari. Wij plannen altijd de tandarts met het hele gezin. En als eerste, dus om 9:15. En er zijn er al 2 weg. Stan en Eline die zijn al op de scooter van Eline naar de tandarts. Want Eline die wil natuurlijk niet daar lang zitten wachten. En Stan die kan dan gelijk naar school. Daarna. Wat zit jij het nou te leren? Nee, kijk, ik deed. Ik deed zo, hij deed zo. En ik deed net zo. Tegen elkaar. Nee, ja. nee, echt niet. Ja. Echt niet. Oh ja. Lekker, lekker. En dat noemen jullie dan tongdoen? Dat noemt hij tongdoen. Nee. Kijk eens, jullie. Nee, ik wil geen jas aan. Ja, dat moet. Ja, je moet een jas aan. Dus ja, iedereen heeft zijn tandjes gepoetst even netjes. Hè? Voor het eten 7 minuten, na het eten 7 minuten. Ja, ik heb geen ochtend gegeten. Heb je nu ook de tanden niet gepoetst? Jawel toch? Ook niet in de avond, ook niet in de ochtend. Oh, dat moeten we dan nog even doen. In de avond wel, hè? Nee. Ja. Ja, wat zit jij nou allemaal? Hier heeft er eentje zin in de tandarts. Vinden jullie dat leuk, de tandarts? Ja, heel leuk. Ik vind het niet per se... Ja! Ik vind het leuk, de tandarts. Leuk, maar... Ja, hoef je niet naar school, hè? En mama? Pieltje? Vind je de tandarts mama vindt geen commentaar. Vreselijk. Geen commentaar. Wat vind ik niet leuk? McDonald's. En? Ja, en de hond! Maar toch krijgen we er een. Ja, er is al nieuws over de hond. Wat staat allemaal gepland? Ja. Ja. Ik ben echt heel blij. Ja. Dus zaterdag, ja, ik weet niet hoe ik dit moet zeggen bij hun. Volgende week zaterdag. Volgende week zaterdag. Bedankt dat deze vlog uitkomt, als ik het goed heb. Ja, gaan we het hondje halen. Dus over 1,5 week, op dit moment. Er zitten 3, echt, er zijn er hier 3 die daar zoveel zin in hebben. Vooral ik. Nu ja, even ik heb zelfs een petje gehad en speeltjes en een leermat. En drinkkom en eetkom. Oh, ik had ook gewoon een schaaltje pakken van de dingen om te eten. Ja, met de camera, ik heb het pakken. Oh, hier staat het. Ja, ik heb het zelfs nog niet gezien. Dit is drinkbak en dit is eetbak. Oh. Kijk, dit is drinken. En dit is eten, denk ik. En hier is het mandje. Daar is het mandje. En ik heb de speeltjes uitgekozen. En speeltjes. Waar zijn andere dingen in het mandje? Ja, hier liggen de hals, het poepzakje, de kleding. De hals, poepzakje. De hals, het halsband en poepzakje. De halsband, het leermat. Kleren voor de hond. Kleren voor de hond klinkt echt heel raar, maar dat is, dan blijft het niet warm. Dat moet als het koud is. Die kunnen zich moeilijk warm houden omdat ze zo klein zijn. Dus die moet je met zulke koude duimen moet je een jasje aan. Nee. Voor jouw poep. Nee, wacht, de hondenpoep. Oh. Hondenpoep. Op de stoep. En dit is een petje. Zullen we eens gaan? Ja. Guusje is net thuis van de basketbaltraining. Ja. Ging het goed? Ik heb amper meegetraind. Oh. Want zij traint met 16-jarigen.
Oh ja, dat was je een beetje klein. Maar we hebben, ja, Lieve heeft ook niet meer gedaan. Maar we hebben gewoon, en hun zijn veel te goed. We gaan allemaal voep, voep en alles zit erin. Dus we hebben gewoon aan de andere kant een beetje gebasketbald samen. Okay. Was op zich wel leuk. En jij bent heel blij. Ja. Daar had ik de camera ook gepakt. Vertel maar eens waarom je zo blij bent. Omdat ik VWO-advies heb en ik ga waarschijnlijk tweetalig onderwijs doen. Ja, en dat is iets wat je heel graag wilde, naar een school in Roosendaal waar ze tweetalig VWO geven. Maar daar moest je VWO-advies voor hebben, dus geen HAVO-VWO, maar echt VWO-advies. Daar heb je heel hard voor gewerkt de afgelopen weken, maanden, om dat voor elkaar te krijgen. En vandaag kwam het verlossende woord dat de juffrouw zei, het mag, je krijgt VWO-advies en je kan naar die opleiding. Joehoe! Wij vinden het wel spannend, want het is 10 kilometer verder. Is het 10 kilometer? Ja. Niet? Ja. Maar, met de auto is 1,5 kilometer al 2 minuten of zo. Ja, we hebben toen gekeken, als je gewoon zou fietsen, zonder elektrische fiets, dacht papa dat je 40 minuten, 50 minuten onderweg bent, 40. Met een elektrische fiets denkt hij dat je 23, 25 minuten kan zijn. Als je snel bent. Maar daar ben ik niet. Ja. En het leuke is, Alia gaat ook dezelfde opleiding doen. En Lieve gaat ook naar die school. Lieve gaat ook naar die school. Dus kan je lekker met z'n drieën. Dus daarom vond jij het ook wel heel leuk om daar naartoe te gaan natuurlijk. Dus spannend toch? Je bent de eerste, de zesde dan, van de 6 oudste kinderen, die naar een andere school gaat. Iedereen zit hier in Oudenbosch. En jij gaat naar Roosendaal. Nu, ik ben nu eigenlijk wel echt benieuwd aan wat Lieve junior gaat doen. Naar welke school? Ja. Ja, weet ik ook niet. Dat mogen ze zelf weten. Voor ons is het handiger als je in Oudenbosch zit. Omdat dat dichterbij is en dan ben je zo als er iets is. En ja, dan kan je 5 minuten van tevoren vertrekken, ben je nog op tijd. En nu moet je echt wel goed gaan berekenen wanneer dat je moet gaan rijden. En als het sneeuwt en koud is en regent. En dat zijn wel allemaal dingetjes die... Ja. Maar het stomme is dan ook, ik kan niet... Eigenlijk niet echt zelf kiezen wanneer ik ga vertrekken, want Lieve en Alia moeten allebei naar mij toe komen. Ja, dat snap ik, maar dan fiets je samen. En... Want je moet toch via ons huis daarheen, dat is toch snelst? Maakt niet zoveel uit, maar ja, ja, vanuit hun wel. Ja. Dan kom je eerst hier naartoe en dan rij je door Zeggen. Dat is hier heel dichtbij en dan zo door de dingen. Ja, en als het echt een keer heel hard regent of waait of koud is, dan kan ik je altijd even brengen. En... Katie is ook al bijna 18, die kan ook al bijna rijden. Ja. Eline is straks zo raar die nog tegen. Dus als Merel er is. Die heeft ook nog geen rijbewijs. Hé hey joh, maar dat komt altijd goed. De moeder van Alia die werkt ook thuis, zeg maar. Dus die kan ook wel rijden. Ik kan ook zelf mijn tijd indelen als we verder geen afspraken hebben staan. Dus dat komt wel goed. Sharon Rivke misschien ook. Ja, die kunnen dan misschien ophalen. Dat komt altijd wel goed. Ja. Maar ja, nou ja, dat was wat we nog even wilden laten zien. En dan weet je ook al wanneer de oudergesprekken zijn, want dan krijgen we het definitief door. Over een week of 1,5 week, maar echt niet meer dan een week. Niet meer dan 2 weken. Voor carnaval? Nee, dat is al volgende week. Ja, voor carnaval. Ja? Oké. Okay. Nou, dat is nog 2 weken, ja. Dus dat kan kloppen. Het is vrijdag en het is eventjes wennen om niet de dag te openen met ja. Hallo allemaal. Want dat doen we dan niet meer, want het wordt een vlog van 3 of 4 dagen. Doen we hem echt niet meer vloggen? Ja, 2 keer in de week uitzenden. Hè? Dus we vloggen ook al bijna elke dag. Alleen doen we nu een paar dagen in één vlog. Ja. Ja. Een paar dagen in één vlog. Goed zo. Maar en hoe? Waarom dat de echte, dat is nog een redentje. En die vertellen we dan. Maar dat zeggen we nog tegen niemand. Spannend, hè? En nou, we zijn vandaag weer naar de Jumbo's geweest. De Jumbo en de Plus moet ik zeggen. Ja, een Jumbo en de Plus. Ja, maar. Jumbo en de Plus. Ja, die ene is voor die bonnen toch? Welke de Jumbo de Plus? Die Jumbo is echt een heel mooie, hele koeling alleen maar voor onze producten. Daarnaast een heel schap. Is echt heel mooi. Ja, is echt heel mooi. Specialiteit van Nagerkerk, toch? Ja. Er staat Nagerkerk specialiteiten en daaronder dan worstenbrood, bokkenpoten. Eierkoeken en kaneelcake. Ja,
Dus, doen die ook gebak nog? Nee. Nee. Want dan worden te veel supermarkten, zeg maar. Oh. De rest kunnen we er makkelijk bij pakken. Gebakken is daar te bewerkelijk voor. Maar als ze een keer moeilijk zitten, kunnen wij altijd in. Oh, hier heb ik de kaartjes. Het is een vrijdagavond. Floor en Guusje zijn logeren bij opa en oma. Ja, die hadden dat nog te goed van toen Guusje ziek was. En morgen is een hele belangrijke wedstrijd voor Eline. Dan kan ze kampioen worden bij de hockey. Rond overmorgen. Voor jullie overmorgen, zondagmiddag. Zwijgen en worden ook kampioen. En verder hebben we eigenlijk dit weekend niet zo heel veel op de planning. Het is nog een leeg weekend. Daarna gaat het los met alle carnavalsactiviteiten. Hey, ik ben bij voetbal. Wat zeg je? Ik ben bij voetbal. Goed, zo staat. En rond. Ja, maar dat komt in de volgende dingen. Dat gaan we dan laten zien. Krijgen we ook nog hond. Het is zaterdagochtend en we zijn klaar om naar de hockey te gaan. Want we hebben een invalwedstrijd bij het andere team. Wij gaan te voet naar de sporthal. En papa heeft lekker kampioenswedstrijd. Nou ja, kijk, en Eline is zelf even vanochtend naar de bakkerij gegaan. En ze heeft de taart gemaakt voor het team, dat vroeg ze maar. Mag ik één? En ze zijn natuurlijk oranje, dus nee, je mag er niet eentje. Maar ik heb het leuk gedaan. Oh, ja, dan krijg je misschien wel van Eline als je kampioen. Hebben we lekker warme chocola gemaakt om mee te nemen? Ben ik er ook tot het eind? Nee. Want het ding is nog steeds, de horeca daar is nog steeds dicht, ze zijn aan het verbouwen. Dan neem ik een choco mee. We hebben die schoenen aan. Wil jij ook nog vanuit de voordeur die schoenen aan doen? Wij gaan te voet, hè, voor het lopen van Sophie. Hè? Ja, ja. Ooit. Wat ooit? Nou, met dat beest straks dan. Oh ja, ook voor de wedstrijd nog. Nou, ik denk dat iedereen de eerste keer helemaal gaat met dat hondje wat spelen. Dat wordt steeds mooier. Eline kwam met het idee om met kleurstof op het brood te tekenen, maar dat is. Ja, misschien moet je meer kleurtjes maken. Wat zou ik filmen? Kom je hier nou filmen? Ja. Wat zou ik moeten filmen? Ja, ik heb een pizza in de hoofd. Ja. Ik ben al aan het filmen. Ik weet ook niet zo goed waar je moet filmen. Ja, kijk hoe je reageert. Nou, hier, kijk wat die man lief van mij ziet. Nou ja, die man lief komt hier filmen. Ik ben pizza aan het maken, maar het is een beetje een bending. Oh, mag ik deze maken? Ja, wat de saus op doen? Doei. Er moet er eentje moeten worden kipkajoen. Kipkajoen, dus moet kajoen maar in ergens over. En carpaccio. Mag ik de carpaccio maken? Ja, moet je de saus op doen? Zal ik de saus erop doen? Ja. Kijk, ik doe dat heel simpel aan die saus. En dan moet je zo met lepeltjes zo een rondje draaien. Rondje. Eet meer van binnenuit nog. Even, ja, die beetje en de randjes vrij laten. En ik zal mijn pizzatjes even laten zien hier in de oven zetten. Eentje met mandarijn en ui en eentje wat wordt een carpaccio. Dezelfde als ik nu aan het maken ben. Ja. Is dit goed? Ja, moet iets meer naar het randje, anders heb je heel veel rand. Ja. Wil je ook een beetje saus erbij doen? Ja, ik vind het ook een beetje weinig. Kijk, het randje nog een beetje. Ja, toch? Kan jij goed? Maar kan jij dat goed? Ik ga later in een pizza ding werken. Ja? Ja, ik heb pizzeria beginnen. Ja. Ah, sorry. Wat? Oh, dat maakt niet uit. Ik ga hem opeten. Ja. Zo. Wat zal ik... Zal ik hem heel eventjes een klein beetje uitleggen doen dan? Kijk, een beetje nog. En dan mag je mozzarella pakken. Mozzarella, waar ligt dat? Heb je handen gewassen? Ja. Oké. Okay. Dan mag jij daar mozzarella in je blauwe zak. En dan moet je eroverheen strooien. En niet te veel, want dat is niet lekker. Alleen dit stift gaat er een beetje niet af. Oh, dat is niet erg.
Ja, dat is wel heel weinig. Ja, wat meer. En zal ik de kipkajoen pizza even uitleggen? Ja. Ja. Wat is de kipkajoen pizza eigenlijk? Ja, er komt nog kip op, maar die is Jolien even aan het bakken. Oh, die kip met de nacho pizza. Ja. Oh, had ik eigenlijk die moeten maken. Ja, die is wel moeilijk. Ja, die heb ik vorige keer gemaakt. Ja. Dan moet jij het even filmen. Goed zo, maar aan. Oh, ik heb al nachos en chili. Brokkelkaas, pizza brokkelkaas. Oh, pizza brokkelkaas. Lekker. Hoe zit dat in? Lekker. Dat smelt niet zo lekker. Granaten met rucola. Oh, dat kan. Ik kan bij de carpaccio erbij, maar daar heb ik al dingen voor staan. Hè. Parmezaan heb ik hier. Die heb ik hier geraspt. Parmezaanse kaas. Heb je de kip al? Ja, bijna. Maar dat komt door die boter, bakt dat niet snel. Nou, ja. Maar, kom maar met de kip. Dan doe ik de nacho. Wat moet ik filmen? Ik heb hier kajoen mayonaise. Dat is mayonaise met kajoenkruiden. Ah. En dat is een beetje. Oh, hij zoekt heel erg in. Nou, dan moet je even aan de camera draaien. Het is niet zo'n hele gezonde pizza. Maar het is wel een hele lekkere. En dan komt nou hier nog kip op. En dan komt daar nog nachos op en kaas op. En dat is niet heel Italiaans, maar dat is wel heel lekker. En ik doe nog een beetje mozzarella. Dat moet wel eerlijk zijn. Met de pizza carpaccio. En ik denk dat de eerste pizza carpaccio. Oh, jij hebt mijn filmpje even daar staan. Nou ja, ik denk dat de eerste pizza carpaccio klaar is. Ja, pizza carpaccio. Carpaccio moet er toch nog op? Ja. En die pizza heb ik de... Die heb jij gemaakt, hè? Die is iets later. Hè? Nou, hoe doe ik zo'n carpaccio dan? Oh, dat wil ik ook doen. Nou ja. Okay. Wil jij hem dan hier filmen? Heb ik carpaccio. Wil jij dat filmen? Eerst Ricola. Ja, dan moet ik eigenlijk nog olijfolie op. En nu de... Nee, ik wil een stukje. Nee, kijk. Woep. Ha? De carpaccio. Heel vet hoe je dat doet. Vet? Ja, vet. Dan doe ik nog een beetje rucola. Vind ik wel mooi. Dan hebben we parmezaanse kaas. Doe ik er ook nog olijfolie op, maar doe ik zo meteen, want die staat in de keuken. En nog een paar pijnboompitjes. Oh ja, mag ik die doen? Die vind ik altijd lekker. En dan tegenwoordig wil iedereen truffel mayonaise. Ja, truffel mayonaise. Carpaccio. Dat vind ik nog het lekkerste aan de carpaccio. Ja, als je klaar, olijfolie hoeft er dan niet op. Krijgen we nu de kip. En dit is de kip. Dus de kip, die is gekruid ook met kajoenkruiden. Hij is nog een beetje warm. En dan doen we dus kip op. Zo, tada. Nacho. Papa, ik mag ook meehelpen. Ja, jij mag ook meehelpen. Vooral meehelpen opeten, hè? Oh. Ja, dat mag. En mozzarella. Papa, mag ik mijn eigen deeg? Ja, jij mag je eigen deeg. Ja, ik ook. Op de pizza schep. Dit is het nieuwste. Dan kan jij voor mij het op de pizza schep doen? Ja, dat kan ik. Alsjeblieft doen voor mij. Aan tafel. Nou, jullie horen Eline op de achtergrond. Zo, je ziet dat ik nu een hele goede hulp heb hier zo. Je moet niet over de randjes gaan, jullie. Ja, verder is die heel goed. Goed toch? Oh, jee. Hè? Mm-hmm. Zal ik de kaas erop doen? Nee, ik. Jij ook al? Ja. Hé, hey, mijn overpiep. Maar ze zijn nog niet goed. Dus, stop. Nou, ik wil wel van jouw pizza.
Daar wil ik wel een hapje van. Ja, want ik heb heel die veel... Die ziet er lekker uit. Want ik heb heel veel tomaten. Ja. En dan wil ik heel eventjes 1 seconde helpen, ja? Mm-hmm. Mag altijd. Even zo dat het even... Want jij bent niet de baas. Ja. Denk je, is papa de baas? Ja, en mama. Oh. Papa en mama zijn altijd de baas. Ik dacht dat mama de baas was. Nee, dat is andere kaas. Is dat echte kaas? Dit is mozzarella. En wat is kaas? Die, in die blauwe zak. Want dat is parmezaanse kaas. Die kan ook wel. Oh. En dan moet je mooi zo overal een beetje kaas. Zal ik ook een handje doen? Ja. Mag ik weer een handje doen? Ja. Wow, yo. En wat wil je nog meer op de pizza? Stukjes kip. Kaas. Oh, brokkelkaas. Ook goed. Deze wordt toch lekker? Ja. Een beetje brokkelkaas. Dan wil jij toch 2 stukjes van mij? Ja. Wat wil je nog meer op? Paprika? Ja. Maar... Ja, die moeten we pakken. Of ui, tomaat? Mag dit nee, daar kan het nou niet op. Waarom? Ja, dat kan niet. Mag dit erop, nootjes? Bij mijn pitjes, ja. Zo, dit is Junior's pizza geworden. Met tomaat, kip, brokkelkaas en ui. En tomatensaus. En tomatensaus. En mozzarella. Kaas. Ja? En... Kip. Hé, hey, wat deed je nou? Pizza. Oh. Moet op de pizza. Wij zijn klaar met het pizza eten. En het is een grote bende, dus we gaan even met z'n allen even de 10 minuten opruimen doen. Goed idee, hè? Goed idee, hè? De 10 minuten opruimen. Ja, eeuw. Eeuw, was dat eeuw? Ja, ik heb net een stukje van ons. Ja, dat moet je niet opeten. De laatste pizza was van brand. Ruik je? Ja, is jammer dat ik niet kan ruiken. De laatste is altijd mislukt, hè? Nee, meestal de eerste. Jouw reuk is echt goed. Oh. Ja, het is wel een beetje gek, want we moeten nou afsluiten. Deze vlog is dus een vlog geweest van 3 dagjes. Donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja, morgen gaan we dan weer opnemen voor de uitzending van woensdag. En ja, zo is het dus veranderd nu. Dat weet ik niet. Doe maar een zakje erom. Ik moet er wel aan wennen. Ik moet er ook aan wennen. En we hebben heel veel reacties gehad. Ik weet ook niet of het de juiste beslissing is. Nee, nou, dat weten we niet. Dat merken we vanzelf. En als we denken van nou, we gaan toch maar weer gewoon 7 dagen, dan gaan we dat weer doen. Zou zomaar kunnen. Ja, dan komt een verrassingje aan. Dus ik denk dat we dan wel iets van een soort bonus dingetje gaan doen. Met het verrassingje. Wat deed jij nou, Eline? Even de eigen laten zien. Oh? Ja. Oh. Nou, dit was een dagje uit ons leven. Bedankt voor het kijken naar deze vlog van deze afgelopen 3 dagen. Woensdag zijn we er weer. En we hopen dat je abonneert. Houdoe. Houdoe. Houdoe allemaal. Woensdag zijn we er weer.